En aan de andere kant is het dan raak. Ineens een schot van de Moesje. Hier in het net beland. En hier was Heerenveen zo bang voor. Als Heerenveen de kansen niet benut, dan doet Willem II het vanzelf een keer. Heel toevallig belandt die bal voor de rechter van de Moesje. Het gaat notabene via een speler van de Heerenveen, Zwek. En de Moesje is dan killer genoeg om Willem II naar een voorsprong te schieten. Rientheim. Handen gedaan, Berends. Daar komt Bak Nielsen, die legt neer en Breuer scoort notabene. Meer verneen dan blijdschap zichtbaar bij Jan de Jonge. Eindelijk zit hij er dan in. Uitgerekend verdediger Breuer maakt hem, die zelden of nooit scoort. Ja, als de aanvallers en de middenvelders het niet doen bij Heerenveen, dan Breuer maar. 1-1. Bruma. Goed paasje van de Moesje op Bruma. Bruma legt neer en daar is de goal van Nijland. Willem II leidt. En wat staat Heerenveen te schutteren in de verdediging. Bruma loopt door. Nadat Bak Nielsen en Janmaat zich lieten kloppen. Naar dat mooie paasje van de Moesje. En Nijland scoort bij zijn debuut voor de Tilburgse club. Berends, goede aanname. Maar nu. En Paulo Henrique, het is 2-2. Natuurlijk noteren we hem als doelpuntenmaker, de Braziliaan. Maar mag alle aandacht hier ook even uitgaan naar Roy Berends, die dit voortreffelijk voorbereidt. Het heeft een luchtje van buitenspel, maar de 2-2 telt. Greentime. Goed balletje. Lozara, dit moet 3-2 zijn en het is het ook. De gele kaart zal hij op de koop toenemen. Vooral opluchting bij Lozara en ontlading vooral bij zijn trainer Jan de Jonge. Prima pas van Greentime. Pereira komt er niet meer aan. En Aerts is er ook geklopt. Twee goals binnen 2 minuten voor Heerenveen. Daar komt wat opgekropte spanning uit dat lijf van Jan de Jonge. Van de factor bij Heerenveen. Greentime. Mooi paasje, Paulo Henrique. Het is gebeurd. 4-2. Vele Heerenveen supporters zullen nu denken dat het lek wel boven is. Dat Heerenveen eindelijk weer eens kan scoren. Een kwartet aan doelpunten. Maar de vraag is of het alleen beperkt blijft tot deze wedstrijd tegen Willem II. Of het ook in de komende weken een vervolg zal krijgen.